Hallo meisjes, de maand is weer gepasseerd en het is dus tijd voor een opgemaakt filmpje. Ik zit weer op een andere plaats. Ik ben eventjes aan het zoeken naar een goede plaats om filmpjes op te nemen. Want ik vind waar ik oorspronkelijk filmde, heb ik het probleem dat er wat veel lawaai is van buitenaf. Nu, ik weet niet of het hier beter gaat zijn, want ik zit hier ook vrij dicht bij de straat. Maar het probleem is, ofwel heb ik licht, ofwel heb ik lawaai. Ik bedoel, als ik licht wil hebben, zit ik bij het lawaai. We zullen zien wat het geeft. Ik doe mijn best en ik hoop dat we wat minder last hebben van het lawaai. En vandaag is het weer tijd voor het opgemaakt filmpje van de maand mei. En in mei heb ik wel wat dingetjes opgebruikt. Nu niet zo heel veel, maar toch wel wat dingetjes. Ik ga even beginnen met de... Ja, medicatie is niet het juiste woord. Maar als ik ziek ben of ik ziek begin te worden, dan durf ik soms eens vitamine nemen en ik heb de Albert Heijn Multi Alles in 1 multivitaminen opgebruikt. Hierin zitten 60 stuks, dus deze staat al heel lang in mijn badkamer. Dat stinkt trouwens ook, dat zijn van die grote pillen. Maar ik merk dat als ik dan dat neem, als ik ziek ben, dat ik iets sneller gezond word, laten ze maar zeggen. Dus de Multi Alles in 1 Albert Heijn multivitamine tabletten. Ik heb ook gezichtsverzorgingsproducten opgebruikt. Deze, ik vind het zo jammer. Ik heb die bijna een half jaar met plezier gebruikt. Het zat er al aan te komen. Er zijn verschillende favoriete filmpjes geweest. Ik heb een lovende review geschreven over dit product. En ja, hij is op en ik vind het zo jammer. En ik heb het natuurlijk over de Omicelair van Corinne de Farm. Ga ik deze opnieuw kopen? Ja. Ik ga deze opnieuw kopen als ik geen reinigers meer liggen heb. Momenteel moet dat nog even wachten, want ik heb nog heel veel reinigingsproducten liggen. Dus dat heeft geen zin om dat bij te kopen. Maar deze zou ik sowieso opnieuw kopen. Het kost ook maar 6 euro per fles, dus dat is eigenlijk heel goedkoop. En ik kan iedereen aanraden om deze uit te proberen. Voor mij is dit een echte aanrader. Als ik zou moeten zeggen de top aanraders, dit is er één van. Deze zou sowieso in mijn lijstje staan. Dus deze. En ik heb ook een 3-pak wattenschijfjes opgemaakt van kruidvat is dit. Ja, het kruidvat. Ja, ik moet elke avond mijn gezicht reinigen. Ik heb ook in mei de nagel Ciate Cine mond gedaan. Als een birthday countdown. En dan moest ik elke avond mijn nagellak verwijderen. Dus dan gaan er nog meer wat de schijfjes door en dan ga ik ook niet de dure gebruiken, maar gebruik ik die goedkopere. Dus wat de schijfjes van het kruidvat. Dan heb ik ook nog een aantal haarproducten. Eigenlijk zijn het vooral haarproducten deze maand. Ik maak bijna nooit haarproducten op, maar deze maand blijkbaar wel. Want wat heb ik opgemaakt? Ik heb het 3 minuten Miracle Mask opgemaakt van Aussie. Hiervan is een review online gekomen. Dit is een echt gehyped product en ik versta persoonlijk niet waarom. Nu, ik zou iedereen aanraden om het zelf te proberen, om zelf je idee te vormen, maar voor mij is het geen topproduct. Ik koop het niet meer opnieuw. En dit was een staaltje, alleen een luxe staal van 75 ml die ik in de Birchbox kreeg. Daarnaast kreeg ik dit ook in de Birchbox, wel niet op hetzelfde moment, maar in een van mijn andere Birchboxes kreeg ik 2 van deze potjes. Dit is het Beauty Protector Haarmask Protect and Treat. Deze ruikt zo lekker en mijn haar was er zo zacht en dingen naar. Nou, ik ben echt dol op dit product. Deze zou ik sowieso nog wel opnieuw kopen. Het is niet goedkoop, maar op Birchbox kun je punten sparen en ja, dan kan ik gewoon punten verzamelen. Dus deze. En dan heb ik ook deze maand wat last gehad met mijn haar. Het werd heel snel vet. En vet s'nachts. Dus dan stond ik 's morgens op en dan kon ik er niet veel meer aan doen. Behalve in de douche springen. En daar heb ik niet altijd tijd voor. Dus ik heb droogshampoo gebruikt. En ik heb deze maand 2 mini droogshampoos opgebruikt van So. Deze kocht ik ooit in de Die in een setje van 4. En ik gebruikte op de So Vava Volume. En de So Fabulous. Nu, deze heb je vorige maand ook gezien in mijn opgemaakt filmpje. Maar dat is omdat ik 2 setjes van 4 gekocht heb. Dus ik heb er nog. En de ene is fruity and fresh en de andere moet extra volume geven. Leuke dingetjes nu om te zeggen dat ik extreem veel volume kreeg. Nou.
Maar ik vond het wel leuk om te gebruiken. Dit zijn mijn opgemaakte producten. Het zijn niet zoveel producten deze maand. Een stuk of 6. Maar het is toch iets. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Als jullie het leuk vonden, doe eventjes een duimpje op. Dan weet ik dat ook weer. Ik heb zwartjes op mijn hand. Als jullie geabonneerd raken op mijn kanaal, dat is gratis. En je kunt er een prijs mee winnen. En je maakt er mij ongelooflijk blij mee. En ik wil jullie echt hartelijk bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag!